De mountainbikers van Velo Afrique zijn terug in het land. Samen met veldrijder Tom Meeuwse fietsten ze vorige week door de woestijn in Senegal voor het goede doel. Heeft meer dan 50.000 euro opgebracht. Met het ingezamelde geld kunnen de Senegalezen een nieuwe school bouwen. 11 medewerkers van Telinet, 19 van hun vrienden en veldrijder Tom Meeuwse trokken vorige week met de mountainbike door Senegal. In 6 etappes fietsten ze meer dan 500 kilometer van Touba naar de hoofdstad Dakar. Een zware tocht door de savanne bij temperaturen tot 50 graden, zegt Jeroen Leen uit Mariakerke. De eerste etappe zijn we eigenlijk iets te laat vertrokken, waardoor dat we echt op het warmst van de dag midden in de zandbak zaten. De andere dagen zijn we echt om 6 uur bij zonsopgang kunnen vertrekken en zijn we op een redelijk uur kunnen binnenkomen, waardoor dat we niet echt de zware hitte hebben kunnen vermijden eigenlijk. Iedereen reed op eigen tempo en overnachten deden de mountainbikers vaak bij de lokale bevolking. Zo raakten ze al snel gecharmeerd door de Afrikaanse gastvrijheid. Je wordt daar ontvangen als een koning, er wordt altijd een feest gegeven. Ja, dat is een erehaag, dat is animatie, dat is één show eigenlijk. Zonder dat het een show is, want de mensen menen het echt. Dat is fantastisch gewoon. Na 6 dagen kwamen alle renners aan in Dakar. Uiteindelijk fietste Velo Afrique zo'n 55.000 euro bij elkaar. Daarmee kunnen de Senegalezen nu verder bouwen aan een nieuwe school. Recht over de school die Velo Afrique 2 jaar geleden bouwde. Dat is één schooltje, daarmee kunnen we 200 leerlingen waarschijnlijk helpen. Maar er zijn er nog tienduizenden die op de straat rondhangen en die niets hebben. Maar ja, we kunnen niet alles in 1 keer of in 1 fietstocht beredderen. Hè. Het ziet er dus naar uit dat de renners snel naar Senegal zullen weerkeren.